Ajax schroeft PSV af om begeerde middenvelder. Kelvin Stengs kan alsnog vertrekken bij Feyenoord en de mentaliteit van Sylvana Vos is een probleempje. Ajax is erin geslaagd om Sean Steur te contracteren. Dat meldt de Amsterdamse club op de officiële kanalen. Het toptalent heeft zijn handtekening gezet onder een verbintenis tot medio 2027. En daarmee vist PSV dat de middenvelder wilde kapen definitief achter het net. Steur wilde naar verluid pas bijtekenen als het sportieve plaatje helemaal klopte. Maar Rijn Beuker heeft hem daar dus van weten te overtuigen. Beuker zei het volgende over Steur. We zijn heel blij dat Sean zijn eerste contract bij Ajax heeft getekend. Hij is een groot talent en de laatste jaren niet voor niets vervroegd doorgeschoven. Sean is een dynamische middenvelder die goed kan dribbelen en altijd de oplossing vooruit zoekt. We hebben veel vertrouwen in een mooie toekomst voor hem bij onze club. Kelvin Stengs wordt opnieuw gelinkt aan een vertrek bij Feyenoord. Dit keer weet de Yorkshire Evening Post te melden dat Leeds United contact heeft gezocht met de Rotterdammers. De aanvaller zou echter geen interesse meer hebben in een vertrek bij de club. Stengs is niet beschikbaar voor Leeds United dat dringend op zoek moet naar nieuwe aanvallers. Onder andere Crescencio Summerville vertrok deze zomer naar West Ham United. Stengs leek vorige week nog hard op weg naar de Verenigde Staten, waar hij zijn carrière kon voortzetten bij Charlotte FC. De medische keuring zorgde echter voor twijfels bij de Amerikanen, waarna Stengs zelf de stekker uit de transfer heeft getrokken. Als rechtsbuiten was Stengs afgelopen zondag tegen PEC Zwolle goed voor een doelpunt en 2 assists. Dat hij nu nog voor Feyenoord zou spelen had hij een week geleden eerder gezegd niet gedacht. Uiteindelijk had ik de stap genomen om misschien een transfer te maken. Dat is niet doorgegaan en nu ben ik hier. Ik heb er lang over na moeten denken en veel informatie moeten verkrijgen. Toen ging ik naar Londen om een keuring te doen en toen kwamen er twijfels bij alle partijen. Ook toptalent Anthony Milambo staat in de belangstelling. Lazio zou achter de jongeling aanzitten. De pas 19-jarige middenvelder staat er goed op bij de Italiaanse topclub en zou voor een bedrag van 15 miljoen euro kunnen vertrekken. Ajax twijfelt niet zozeer aan de kwaliteiten van Sylvana Vos, maar wel over zijn mentaliteit. De middenvelder uit de eigen jeugdopleiding staat op de nominatie om nog voor het sluiten van de transfermarkt te vertrekken. Het was een opvallend moment maandagavond tijdens de ontmoeting tussen Jong Ajax en MVV in de keukenkampioendivisie. Vos verscheen op sportcomplex De Toekomst aan de aftrap bij de belofte en werd in de slotfase van de tweede helft naar de kant gehaald. Het publiek klapte de handen stuk voor de jonge middenvelder. Dat gebeurde een jaar geleden ook toen Vos in de Europa League wedstrijd tegen Olympique Marseille met 2 maal geel en dus rood het veld vroegtijdig moest verlaten. Vos had een goede indruk gemaakt bij de achterban en ook op toenmalig trainer Maurice Stijn. De volop bekritiseerde coach gooide Vos voor de leeuwen met onder meer een basisplaats in de rampzalig verloren thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Hij mocht zich ook na het vertrek van Stijn en de aanstelling van John van Schip laten zien, maar wegens blessureleed verdween hij stiller naar de achtergrond. In de slotfase van het seizoen maakte hij nog wel zijn opwachting. Nu zou het zomaar kunnen zijn dat Vos tegen MVV voor het laatst in een Ajax-tenue te zien was. Ja, wil jij op de hoogte blijven van al het laatste voetbalnieuws? Check dan www.fcupdate.nl. En wil jij mooie videocontent zien? Abonneer dan hieronder op ons YouTube-kanaal.